Voor iedereen die mij niet kent en voor iedereen die meekijkt of deze opname nakijkt. Ik ben Bas Visser, een van de oudsten en ik mag vanochtend spreken. En we gaan vanochtend eigenlijk beginnen met een nieuwe prekenserie. En de prekenserie hebben we genoemd Koninklijk Leven. En we gaan de komende maanden ons bezighouden met het onderwerp het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God. En misschien roept dat wel bepaalde gedachten bij je op. Gedachten van, en hoe relevant is dit dan voor mijn leven? En ook het Koninkrijk van God, hè? Dan heb je natuurlijk de Bijbel en dan heb je die enorme epische strijd tussen het Rijk van de Duisternis en het Rijk van God. En dan kan je wel zo'n gevoel hebben alsof je aan het kijken bent naar een film zoals bijvoorbeeld Lord of the Rings of Narnia. En je kan zo'n gevoel hebben. En mijn ervaring is dat je eigenlijk de wereld kan verdelen in twee delen. Eigenlijk kun je heel simpel de wereldbevolking opdelen in twee groepen. Je hebt de groep mensen die vindt dat echt fantastisch. Weet je, die gaan helemaal op. En je hebt ook de groep mensen, die zullen we maar de verontrusten noemen, die denken, wat is dat? Weet je, waarom kijk je dat? En ik weet niet onder welke groep jij hoort. We kunnen even een korte stemming doen. Wie vindt films zoals Lord of the Rings, Narnia, dat soort fantasyfilms wel leuk? Kijk, de helft van de gemeente. De andere helft, die niet opgestoken heeft, vindt het dus niet leuk. Ja, nou. Dus dat is ongeveer 50-50. Snap je? En dan kan je zoiets hebben van, oh, Koninkrijk van God. Weet je, alsof je zo'n film kijkt. En je kan ook zoiets hebben hier nu van, oh, het Koninkrijk van God. Waar gaan we het over hebben de komende tijd? En bij ons in het gezin is de verdeling niet 50-50. Het is eigenlijk een beetje zo, ik hoor bij het kamp, ik vind het leuk. En de rest van mijn gezin die zit echt in het kamp, pap, wat kijk je? Serieus? Weet je? Elfjes? Weet je? Frodo? Weet je? Je denkt van, moet die opgenomen worden ergens? Dus dat kan je zo hebben. En nou, mocht je nou liefhebber zijn van dit genre, en mocht je naar deze film zelfs kijken, wat er eigenlijk met je gebeurt is dit. Je zit ernaar te kijken en je wordt eigenlijk gezogen in een soort epische strijd tussen goed en kwaad, tussen duisternis en licht. En er is iemand in zo'n verhaal en die gaat het goede brengen. En je wordt eigenlijk ingezogen in een soort wereld van, wow, weet je, strijd tussen goed en kwaad en zo. En dan kijk je dat en dan zit je helemaal in dat verhaal. En dan is het ineens afgelopen. En dan zet je de tv uit en dan denk je, ja, dan ga ik nu weer verder met de rest van mijn leven. Toch? Dan pak je wat te drinken uit de koelkast, je loopt naar buiten, je gaat lekker in de zon zitten. En die hele epische strijd, die was daar. En je gaat eigenlijk weer verder met het echte leven. En ergens kan het onderwerp het Koninkrijk van God ook zo voelen, hè? Dat je hier zo zit en denk je, oh, Koninkrijk van God. Of dat je denkt, waar gaat dit over de komende maanden? En dat je dan straks, dan zeg ik amen. En dan gaan we straks lunchen en dan ga je eigenlijk weer verder met het echte leven. Je gaat weer terug naar de realiteit, je gaat terug naar het echte leven. En dat hele Koninkrijk van God, dat is ergens. Ergens verstopt in de Bijbel. En het heeft niet echt raakvlakken met je leven. Toch zo'n gevoel kan je hebben. En wat we eigenlijk de komende maanden willen gaan doen, is eigenlijk het Koninkrijk van God echt dichtbij brengen. Dichtbij brengen bij jouw leven. Laten zien dat het echt invloed heeft op jouw leven. En dat het ook een invloed mag hebben op jouw leven. En we willen het eigenlijk dichtbij brengen bij jouw leven. En dan hebben we het ook echt over jouw leven op school. Koninkrijk van God en jouw school. Of Koninkrijk van God en jouw college. Koninkrijk van God. En wat nou morgenochtend als je om 8 uur weer op je werk zit aan de koffietafel en het gaat weer beginnen. Of het Koninkrijk van God, wat als je nou de krant leest en het nieuws op televisie zit. Waar raakt het daar? En ook relaties. De buurt waar je woont, de vrienden die je hebt. Waar raakt het Koninkrijk van God jouw leven? En dat is eigenlijk het verlangen met betrekking tot deze serie preken. Dat het echt dichtbij komt. En dat het echt raakt jouw leven. En dat je het leven gaat kijken vanuit die bril van het Koninkrijk. En dat het hout gaat snijden. Nou, torenhoge verwachtingen hebben jullie nu. En die hebben wij ook. En daar kijken we echt naar uit. En vanochtend wil ik eigenlijk heel simpel beginnen met eigenlijk die eerste basisvraag. Wat is het Koninkrijk van God? Wat is dat dan? Nou, daar gaan we eigenlijk vanochtend de meeste tijd
aan spenderen aan die vraag. Wat is het Koninkrijk van God? En dan ga ik heel veel zeggen. En de komende tijd gaan we eigenlijk al die verschillende dingen uitwerken. Maar goed, als je begint bij het Koninkrijk van God, dan beginnen we eigenlijk eerst bij wat is een koninkrijk? En nou kunnen wij als Nederlanders gelijk een beeld hebben. En denk ik, oh, wij wonen in het Koninkrijk der Nederlanden. En dan denk je koninkrijk, koning. En misschien denk je nu gelijk aan Willem-Alexander, toch? Onze koning, bijzondere man, echt te respecteren. Maar ergens wel een man, een koning, die een soort ceremoniële macht heeft gekregen. We zien hem meestal 3 keer per jaar. 1. Op Koningsdag, dan mag hij koek happen en luisteren naar kinderen die op klompen dansen en leuke liedjes zingen. Weet je, en dan mengt hij zich onder het volk. De tweede moment is altijd bij dodenherdenking. Dan legt hij namens het volk een krans neer om onze overledenen in de oorlogen te eren. Een ceremoniële uiting. Namens het volk doet hij iets. En de derde keer is vaak als hij zit in, Prinsjesdag, als hij zit in die ontzettend, ja, moet je zeggen, niet comfortabele stoel, die we dan de troon noemen. En dan zit hij en dan mag hij de troonrede voorlezen. En dan mag hij eigenlijk voorlezen wat anderen gaan doen en bedacht hebben. En dan mag hij dan vertellen. Weet je, en dat is een beetje ons koningschap geworden. En dit is niet een mening over goed of fout, weet je, maar dit is het. Het is vooral ceremonieel geworden. Maar als we het over het koninkrijk hebben, dan moeten we even teruggaan naar alle eeuwen voor ons. Waar het over gaat, is eigenlijk over een koninkrijk met een koning die de macht en het gezag had om te heersen. Hij bepaalde, dit gaan we doen en dat gaan we niet doen. Dit is goed en dat is niet goed. Hij had macht en heerschappij. En hij regeerde over zijn land. Nou, dat beeld moet je beetpakken over het koningschap en over het koninkrijk. En als we dan gaan kijken naar de Bijbel, dan zien we eigenlijk dat ook. Dan zien we dat het koninkrijk gekomen is met Jezus. En als we Jezus dan erover horen spreken, dan spreekt Jezus niet zozeer over een geografisch gebied of een land, maar dan zien we eigenlijk dat wat Jezus vertelt en waar hij over spreekt, dat het vele malen groter is. Het koninkrijk wat de wereld beslaat, het koninkrijk wat gaat over ten diepste Gods heerschappij, Gods regering hier op aarde. En om wat te citeren, het koninkrijk van God is de dynamische heerschappij van God over hemel en aarde, over alle zichtbare en onzichtbare dingen. Of zoals Dave Devenish schrijft, een man uit onze beweging, in het boek Zie, de kerk gaat erop vooruit. Het koninkrijk van God is de actieve, dynamische heerschappij van God die zijn hart en zijn wil tot uitdrukking brengt. Ik zal het nog een keer voorlezen. Het koninkrijk van God is de actieve, dynamische heerschappij van God die zijn hart en zijn wil tot uitdrukking brengt. God wil regeren. God wil zijn koningschap uitvoeren en die heeft daar een plan mee. En voor de Joden was dit idee van het koninkrijk van God eigenlijk gewoon een hele logische realiteit. Daar leefden ze mee. De Joden die leven daarmee. En ze werden onderwezen door de profeten, waarin ze geloofden dat God de enige ware koning en schepper was van de wereld. En ook in de psalmen dan bezingen ze God als koning. En ze leefden ook met die verwachting dat Gods heerschappij zou doorbreken hier op aarde. En dat dat eigenlijk vorm zou krijgen in een gezalfde koning die zijn heerschappij hier op aarde tot uitdrukking zal brengen. En dat deden ze. Ze keken uit naar een dag in de toekomst. Een dag in de toekomst waarin God zou komen. En profetieën vol in de Bijbel, die gaan erover dat er een koning zou komen die zou hen verlossen van hun onderdrukkers. Ze zouden thuisgebracht worden uit hun ballingschap en ze zouden zijn in hun land. En dan zou er een koning komen en uiteindelijk geloofden ze ook ten diepste dat die koning alles recht zou zetten op de hele wereld. En dat uiteindelijk de hele wereld onder de shalom, de vrede van die koning zou gaan leven. En waarin de heerschappij in liefde en barmhartigheid en gerechtigheid, ja, uitgeleefd zou worden. Daar keken ze naar uit.
Daar hoopten ze op. Daar baden ze voor. En daar volharden ze in. En dan stapt Jezus ineens op het toneel. Jezus die stapt op het toneel en dan wordt er over Jezus gezegd, dit is de koning. Ik wil een drietal bijbelteksten voorlezen. En het begint bij de engel Gabriël. Die kondigt de geboorte van Jezus aan. En dan zegt deze engel, hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En dan komt Johannes de Doper. En dan zegt Johannes de Doper, kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. En dan Jezus, en dan zegt Jezus, als hij zichzelf gaat introduceren, dan zegt Jezus dit, de tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws. Ik ben gekomen om het goede nieuws van het koninkrijk van God te brengen. Jezus die stapt op het toneel en hij is die koning. En hij huldigt dan het koninkrijk in. Hij wijdt het koninkrijk in. Hij proclameert dat koninkrijk. En daarmee maakt hij dat koninkrijk bekend. Hij verkondigt het. En hij wijdt eigenlijk die tijd in. Hij huldigt die tijd in. Nu is het koninkrijk gekomen. In Jezus. Hij is die gezalfde koning. En dan wil ik eigenlijk een stukje gaan lezen uit de Bijbel over Jezus, waarin Jezus eigenlijk zijn troonrede vertelt. En dat is een stuk uit Lucas 4, vanaf vers 14. En Jezus, die is dan in zijn eigen plaats, in zijn eigen streek. En hij was natuurlijk opgegroeid als timmerman in die eerste eeuw. En op een gegeven moment, naar de gewoonte, gaat hij naar de synagoge. En dan wordt hij uitgekozen om op die dag te lezen. En dan krijgt hij de boekrol van Jesaja. En dan zoekt hij Jesaja 61 op en dan gaat hij lezen wat in Jesaja 61 staat. Nou, en wij lezen dat nu vanuit het Lucas-evangelie. Vervuld met de kracht van de geest, keerde Jezus terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. En toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd. En hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat, de geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Het beeld van de gezalfde koning. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En hij rolde die boekrol weer op en gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. En hij zei tegen hen, vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan. Jezus begint hierna zijn missie. En Jezus die begint zijn missie en later staat er ook, ik zal nog één vers voorlezen uit vers 43. En dan zegt hij ook in andere steden moet ik het goede nieuws over het koninkrijk van God brengen. Want daarvoor ben ik gezonden. Jezus die maakt zijn missie bekend in deze preek die hij eigenlijk voorleest uit het boek Jesaja. En hij zegt, dat wat in Jesaja voorspeld werd, is vervuld in mij. En Jezus geeft er eigenlijk mee aan wat belangrijk is. En net zoals onze koning Willem-Alexander die troonrede voorleest en daarin vertelt, het kabinet gaat dat doen, dit zijn hun voornemens. Vertelt Jezus hier zelf, dit ga ik doen. En hij vertelt heel wat over zichzelf in die paar versen. De geest die rust op Jezus. Hij is de gezalfde. Hij brengt goed nieuws. Hij brengt vrijlating aan gevangenen. You have six new services. Do you want to use Fox News, audio broadcast, or
Goed, hij brengt goed nieuws. Hij brengt vrijlating aan gevangenen. Hij geneest blinden. Hij brengt bevrijding aan iedereen die ergens onderdrukt wordt. En hij roept het genadejaar uit, het tijdperk van genade. Jezus die verklaart zichzelf als die gezalfde koning waar ze op gewacht hadden. En in woord en daad gaat Jezus dat koninkrijk van God gestalte geven. En hij laat dat zien. Hij demonstreert dat. En ook wat hij hierin zegt, blinden die zouden weer zicht krijgen, gevangenen zouden vrijgelaten worden. Het goede nieuws, bevrijding van elke vorm van onderdrukking, dat zien we ook gebeuren. Als we de evangelie lezen, dan zien we elke keer dat er staat, Jezus spreekt het koninkrijk en we zien genezingen. En we zien mensen bevrijd worden van elke onderdrukking. En Jezus die demonstreert daarmee het goede nieuws. Door zieken te genezen, door de demonen uit te drijven, door vergeving te schenken, door medeleven te tonen en onderdrukte te bevrijden. Elke daad van lichamelijke genezing, elke daad die Jezus doet van vergeving, elke daad die Jezus doet van mensen vrijzetten van wat voor onderdrukking ook, elke daad die Jezus doet om mensen vrij te zetten van demonische gebondenheid, en elk moment dat Jezus ergens iets van armoede aanpakte in zijn verhalen, ergens waar hij gerechtigheid brengt in situaties, het zijn allemaal situaties die een voorproefje zijn van het koninkrijk dat op een dag volledig zou gaan doorbreken. En door het leven en de bediening van Jezus brengt eigenlijk Gods toekomstige nieuwe wereld en het hele waardesysteem wat bij God is, door in onze menselijke ervaring. En Gods toekomstige koninkrijk, waar geen ziekte meer is, geen rouw, geen lijden, geen nood, geen armoede, geen ongerechtigheid. Het volmaakte, dat wat in de toekomst is, dat brengt Jezus in het koninkrijk in het heden. En dit is echt goed nieuws. En als je dan naar Jezus kijkt, dan zie je eigenlijk ook dat Jezus, als hij spreekt over het koninkrijk, eigenlijk twee dingen doet. Hij spreekt over het koninkrijk als een soort realiteit, want dit is nu. En hij spreekt over het koninkrijk als een realiteit, het is er nog niet, maar het komt eraan. En het is goed om beide aspecten goed mee te pakken, want dit is eigenlijk, goed als je hem pakt, een manier van denken die eigenlijk heel veel dingen verklaren. Heel veel dingen van het leven, heel veel dingen die je ziet om je heen gebeuren, heel veel worstelingen die je in jezelf hebt. Weet je, als je hem pakt, dan is het eigenlijk Gods oplossing om het echt te snappen. Hoe God in deze fase, waar we nu zijn, het leven aankunnen. Goed, ik ga er heel langzaam doorheen. Jezus spreekt over het koninkrijk nu. En Jezus spreekt over het koninkrijk nog niet. En daar is een soort spanningsveld tussen. We leven in een tijd waarbij de komst van Jezus het koninkrijk doorbreekt. En we leven ook in de tijd dat we eigenlijk zijn voor de wederkomst van Jezus, waarna het volmaakt is. Dus we zitten in zo'n soort tussenfase. We zitten in de tussenfase, het is er al, en het breekt door. En tegelijkertijd is het nog niet volledig en zal het doorbreken. En dat is eigenlijk de spanning waar wij in leven. De spanning waar wij in leven. En een tweede spanningsveld wat ik wil noemen, is dat het koninkrijk dan ook nog in ons is. En dat Gods heerschappij in ons wil komen. En dat hij ons leven wil regeren en heersen. En dat hij eigenlijk daar de koning wil zijn en op de troon wil zitten in jouw leven. En dat dat een zegen is voor jezelf. En tegelijkertijd heb je ook al die bijbelteksten, die spreken wel over een fysiek koninkrijk. Weet je, die plek waar Gods heerschappij volledig is. Ergens in de toekomst. Het koninkrijk nu. Wat betekent dat het koninkrijk nu komt? Overal waar Jezus onderwees, volgden tekenen en wonderen hem op. En zoals we net zagen, mensen die lam waren gingen lopen. Mensen die blind waren kregen zicht. Mensen werden gevoed met eten. Mensen kregen vrijheid. Mensen kregen bevrijding. Vrouwen kregen dezelfde waardigheid als mannen.
prostituees die pakten Jezus op en die werden genadig en vriendelijk behandeld. Er was medelijden, bewogenheid. Al die versen waar Jezus mensen zag die klem zaten in hun situatie. Daar was bewogenheid en daar was Gods koninkrijk wat doorbrak. En als we dan naar het leven van Jezus kijken, dan zien we dat de hand van God de wereld aanraakt. En dat te midden van al die wonderen tekenen, God bevestigt dan Jezus als zijn koning. Want in al die zaken zien we eigenlijk dit. Dat Jezus autoriteit en heerschappij heeft gekregen. Jezus heeft autoriteit gekregen, heerschappij gekregen over zonde, over demonen, over de geestelijke wereld, over de fysieke wereld, over ons lichaam, over ziekte en over dood. In al deze dingen zien we dat Jezus heerschappij heeft en dat hij koning is. En ook voor ons als kerk, daar stopt het niet. Daar stopt het niet. Want Jezus' idee was niet van, en dan ga ik weer weg en dan is het weg. Nee, hij wilde juist dat zijn volgelingen daarin door zouden gaan. Dat zijn volgelingen in dat koninkrijk zouden stappen en daar eigenlijk gehoor aan zouden geven. En dat wij dat zouden oppakken. En dat wij als leerling van Jezus ook mogen stappen in het schenken van vrijheid aan mensen, het opkomen voor onrecht, het bidden voor de zieken, gaan voor genezing, omdat we daarmee het koninkrijk laten zien. En tegelijkertijd is er ook nog dat stukje het koninkrijk nog niet. En dan denk ik, als we naar ons eigen leven kijken, dan zie je dat. Je ziet dat het koninkrijk doorbreekt en tegelijkertijd is het er nog niet. En stel je nou voor dat je deze week onder een steen hebt geleefd. Dat kan, hè? Je had deze hele week onder een steen geleefd. En het enige wat je bij je had, was je telefoon. En het enige wat je gedaan had deze week, want je leeft toch onder een steen, was de gebedsapp van de Wijnstokgemeente volgen. Toch? Wat je dan ziet, is eigenlijk hetzelfde. Van, ja, weet je, het koninkrijk van God breekt dan wel door. En er gebeuren genezingen. En tegelijkertijd zien we ook, gebeurt ook heel veel niet. Toch? Heel veel gebeden worden niet verhoord. Heel veel ziektes worden niet genezen. En dat is een beetje het spanningsveld waar we in zitten. Er is gewoon ook die realiteit van het nog niet. Er is nog steeds lijden. Er is nog steeds pijn. Er is nog steeds ziekte. En ook als we bidden, dan mogen we bidden in geloof en in die wetenschap dat God koning is. En dat hij doorbreekt en dat hij genezing geeft. En tegelijkertijd is er ook vaak dat er geen genezing plaatsvindt. En dat we eigenlijk mogen treuren om de zieken. En dat we mogen treuren om de dood die nog steeds een intrede heeft. En er is een soort spanning. Het spanning van vervulling en het spanning van niet-vervulling. We stappen uit wat in Jezus van ons vraagt. En we zien eigenlijk niet altijd die resultaten die we graag zouden willen. Er is een nu en er is ook gewoon een nog niet. We zien het doorbreken en het moet ook nog in al zijn volheid komen. En daar kijken we ook naar uit. Dat het koninkrijk in al zijn volheid gaat doorbreken. We kijken uit naar dat moment dat God onder de mensen woont en dat alle volken zijn volken zijn. We kijken uit naar dat moment dat God alles nieuw maakt. En we kijken uit naar dat moment waarin de Bijbel zegt aan het einde, er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er was, wat er eerst was, dat is voorbij. We kijken ook uit naar dat koninkrijk wat in de toekomst komt, waar geen ziekte meer is, geen gebondenheid meer is, geen armoede is, geen ellende meer is, geen oorlogen, geen foute presidenten. We kijken uit naar dat moment dat er geen nieuws meer is. En dat we alleen maar mooie verhalen kunnen vertellen naar elkaar. En daar bidden we ook voor. Uw koninkrijk komen en uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Dat is het koninkrijk wat nog gaat komen, het nog niet, waar we kijken naar de toekomst. En dat is het mooie van dit hele boodschap. We mogen nu verwachten dat het koninkrijk van de toekomst doorbreekt in onze huidige situatie. En tegelijkertijd mogen wij onze huidige situatie zien in het licht van het koninkrijk wat nog gaat komen. Samenvattend,
Het koninkrijk van God is zijn heerschappij. Het is een dynamische heerschappij waarmee hij zijn hart en zijn wil tot uitdrukking wil brengen. Met Jezus kwam het koninkrijk en hij demonstreerde het koninkrijk. En Jezus laat het zien, het koninkrijk is doorgebroken in deze wereld. En het breekt door in deze wereld en het zal doorbreken in deze wereld. En vandaag leven wij in die spanning tussen het koninkrijk dat ons nu raakt en het koninkrijk dat aan het einde der tijden volledig zal worden geopenbaard. Er is nog veel meer over te zeggen, maar dat komt later. Maar dit is een beetje in de basis waar het koninkrijk over gaat. En ik weet ook niet hoe dit bij jou binnenkomt. Ik vond dat zelf destijds best wel ingewikkeld. En ik hoorde dat zo aan en ik dacht, hé, weet je, nu nog niet, dit wel, dat niet, hoe moet je dat zien? Weet je, en hoe relevant is dat koninkrijk voor mijn leven? En als ik nu naar buiten loop, waar is het dan? Het is onzichtbaar. Is het koninkrijk in mij? Is dat dan in mij? Ik vond dat best complex. En ik weet nog wel dat er ooit een keer iemand over sprak. En toen zat ik op een groepsavond en ik snapte er helemaal niks van. En Jan Westraten was destijds mijn groepsleider en die nam me later apart. Hij zei, Bas, ik ga het je uitleggen. En toen dacht ik, oh, bedoel je dat? Ah, oké. Okay. Zo had ik het niet begrepen. Ik had het hele koninkrijk eigenlijk niet gezien. En later, in 2005, zat ik in de collegebanken en ik studeerde toen parttime theologie aan de Theologische Academie. En ik zat daar en op een gegeven moment vroeg, voor wie hem kent, Kees van Nes, die vroeg aan mij, Bas, wat is de reden dat Jezus naar de aarde kwam? En ik zat daar zo en ik gaf een net evangelisch antwoord. Ik zeg, luister. God had zo lief de wereld dat hij zijn enige geboren zoon naar de aarde zond. Voor mij. Dat is ook evangelisch, wel persoonlijk, hè? Voor mij. Zodat ik nu vergeven ben en eeuwig leven mag hebben en ik straks naar de hemel mag gaan. En toen zei hij tegen mij, Bas, dat is een heel mooi antwoord. Maar Jezus kwam toch om het koninkrijk te verkondigen? Jezus zei toch, de reden dat ik gekomen ben is om het koninkrijk te brengen? En ik zat daar zo en ik dacht, zo had ik het niet begrepen. Ik had het niet gezien. Ik had het best wel gemist. Weet je, en je hebt verschillende hoofdthema's in de Bijbel. En dit is één van de hoofdthema's. Je hebt ook nog het hoofdthema over onze verlossing en redding. Over het helsplan, waar eigenlijk de verbonden rol in spelen. Je hebt het hoofdthema van de aanwezigheid van God hier op aarde. Dat is de lijn van de tempel, die begon in de tuin en die eindigt straks in de eeuwige stad. Weet je, de lijn van de tempel, waar Gods aanwezigheid centraal staat. Je hebt het hoofdthema van de openbaring van God, waarin God eigenlijk zijn vaderschap openbaart. En waarmee hij laat zien door heel de Bijbel heen dat hij op zoek is naar een familie. En dat hij alles doet om een familie te krijgen. Je hebt de hoofdlijn van de Messias, waarin de Messias aangekondigd wordt. En waar die komt en waar die straks zal terugkomen bij zijn wederkomst. En zo heb je een aantal hoofdlijnen. En je hebt de hoofdlijn van het koninkrijk van God. Weet je, en ik had dat helemaal gemist. En hij nam me toen mee en hij zei, Bas, weet je, Genesis 1 vers 26. God die schiep de aarde en het eerste wat hij tegen de mens zegt is dit. Jullie zullen heersen over deze aarde. De heerschappij is voor jullie. Genesis 3, de zondeval. Wij geven de heerschappij zo heb aan de duivel. We geven de heerschappij aan de duivel en daarmee werd de duivel de god van deze wereld. De beloftes van het koningschap in het Oude Testament. Maar er komt een koning. Er komt een gezalfde koning. Een koning waardoor heel de wereld zijn koningschap zal ervaren. En dan komt Jezus op het toneel. En Jezus wordt dan verleid door de duivel, maar Jezus blijft weer staan. En wat doet de duivel? Hij zegt, je kan van mij de koninkrijken krijgen. Hij was tenslotte de god van de wereld geworden omdat wij het aan hem gegeven hadden. En hij zegt, je mag alle koninkrijken van de wereld krijgen als je mij aanbidt, als je voor mij knielt. En Jezus zegt, nee, niet op die manier. En Jezus gaat naar het kruis, hij staat op met hemelvaart, hij omarmt zijn koningschap en hij is koning. Efeze 2, waarin Paulus zegt, nu zijn jullie als gelovigen in Christus samengezeten met hem. Daar waar de heerser van de wereld boven je stond, ben jij nu in Christus, omdat Christus door zijn opstanding boven de Satan staat, ben jij in Christus geplaatst en ben jij boven hem en heb je heerschappij over alle demonen en het hele demonische rijk.
Dan de kerk, de tijd waar we het net over hadden, nu en nog niet. En dan de beloftes van de wederkomst. Jezus komt terug als die eeuwige koning. Die zal overwinnen, waarna dat vrede rijk zal aanbreken, waarna de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen komen. En waarin, aan het eind van de Bijbel gezegd wordt, helemaal aan het eind, Openbaringen 22, vers 3 tot en met 5. En dan bij vers 6 sluit Johannes het af. En dan sluit Johannes de openbaring van God af. En dan zegt hij tot zover, dit is een betrouwbaar woord. Maar in die allerlaatste versen van de Bijbel zegt God, mijn troon zal onder jullie zijn voor eeuwig. En jullie, wij, zullen heersen voor eeuwig. En we zijn weer helemaal meegenomen naar het begin. Genesis 1, vers 26, waarin God zei, jullie zullen heersen. Dat is aan het eind wat er gebeurt. En die hele hoofdlijn in de Bijbel van het koningschap van God en onze rol daarin en de rol van Jezus daarin en wat dat uitwerkt in ons leven en de gevolgen voor ons leven. Ik had hem niet zo gezien. Ik had het niet zo begrepen. Eigenlijk had ik hem gewoon compleet gemist. En dat kan natuurlijk liggen aan mij, dat ik hem gemist heb. Ik mis veel vaker iets. Maar misschien zit je hier ook wel en kraakt het. Dat je, hè, koningschap van God, hè, een hoofdlijn in de Bijbel. Ik heb het gemist, ik heb nooit geweten, ik heb er nooit over gehoord. Misschien heb jij het ook gemist. Misschien heb jij het ook niet zo begrepen. Goed nieuws, relax. We gaan hier de komende maanden mee aan de gang. En laat je vooral meenemen. Laat je meenemen. En waarom? Zodat jij gaat zien welke invloed dit heeft op jouw leven. Zodat jij gaat zien welke invloed dit heeft op maandagochtend als jij op je werk komt. Of als jij op college, in de collegebank zit. Of als jij op school bent. Of als jij naar het nieuws kijkt. Of als jij naar je eigen zorgen kijkt. Of als jij naar je eigen leven kijkt. Laat je meenemen. En laat je verlangen groeien. Dat Jezus koning is in jouw leven. Dat hij heerschappij over alles in jouw leven is. En laat je ook meenemen dat jij steeds meer koning gaat leven en dat je steeds meer Jezus gaat laten zien, zijn heerschappij in alle facetten van jouw leven. En laat je ook meenemen in die wonderen en die tekenen en die mooie opdracht dat wij mogen bidden voor de zieken. En dat Jezus ook door ons heen genezing en herstel en vrijheid wil brengen, zodat de mensen een voorproefje zullen ervaren van het koninkrijk van God. Laat je meenemen. En om af te sluiten vandaag, wat is dan belangrijk voor nu, voor dit moment? En dat is eigenlijk dit. Wil jij in je leven ruimte maken voor meer verwachting? Wil je ruimte maken in je leven voor meer verwachting dat het koninkrijk in jouw leven doorbreekt? Want als het koninkrijk gekomen is met Jezus, dan mogen we heel wat verwachten. Als het koninkrijk van Jezus gekomen is, dan mogen we echt heel veel verwachten. Je mag verwachten dat hij doorbreekt, ook in jouw leven, met genezing en herstel, vrijheid. En je mag ook leven in die verwachting van dat koninkrijk wat komt. En het tweede wat ik wil noemen, is eigenlijk ook teleurstelling. Je mag ook vanochtend afrekenen met teleurstelling. Want eigenlijk heel zwart-wit, als het koninkrijk nu er is en nog gaat komen, dan is er geen ruimte voor teleurstelling. En ook in het hele koninkrijksperspectief is er geen plaats voor teleurstelling. Er is geen ruimte voor teleurstelling. En als jij een teleurstelling hebt die ontstaan is omdat je geen vervulling zag, terwijl je op grond van wat God had gezegd had gebeden en je uit had gestrekt in geloof en gebed, dan is er nog steeds geen teleurstelling. Want als het nu niet komt, dan komt het straks. En dan sta je dus niet met lege handen, maar dan sta je eigenlijk met volle handen. Handen vol met hoop. Handen vol met hoop dat het straks komt. Als het koninkrijk doorbreekt in al zijn volheid. Er is hoop. Hoop in het toekomstige koninkrijk, waar geen rouw, geen verdriet, geen oorlog, geen armoede, geen ziekte meer is. Nu mag je het toekomstige koninkrijk ervaren.
Maar nu mag je ook leven in de verwachting van het toekomstige koninkrijk. En tijdens de voorbereiding was ik aan het bidden en toen kreeg ik een beeld van een man die voor een paar deuren staat. En dankzij internet heb ik er ook een mooi plaatje bij gevonden. En dat is eigenlijk het beeld wat ik kreeg tijdens het bidden. En het beeld is eigenlijk heel simpel. En dat is denk ik ook voor vanochtend eigenlijk de oproep of de aanmoediging of degene waar je in mag stappen. Dat is eigenlijk het sluiten van deuren en het openen van deuren. En het beeld is dat je sommige mensen hier ook de deur van teleurstelling mogen sluiten. En tijdens de lofprijzen kwam Maurice al met het beeld van die rugzak. Die rugzak die je af mag doen. En ik wil eigenlijk wat steviger neerzetten. Het is ook op een gegeven moment een deur die je dicht mag doen. Die deur, je hebt dat zondags thuis, dan komt de wind door de deur naar binnen. Totdat je de deur dicht doet, dan stopt het. En ook teleurstelling die je misschien hebt over dingen die God niet gedaan heeft, waar jij denkt van hij had het moeten doen, dat je hem mag dicht doen. En tegelijkertijd ook om die deur open te doen naar die verwachting. Als we de komende maanden gaan spreken over het koninkrijk, en als het koninkrijk zichtbaar wordt in wonderen en tekenen, in genezing, in bevrijding, in vrijheid, allemaal dat soort zaken, weet je, dan mag je dat ook gaan verwachten. En eigenlijk is de vraag, nu wil je die deur open doen. Die deur van verwachting. Wil je meer verwachten wat God kan doen in jouw leven? Dat het koninkrijk echt doorbreekt. Terwijl we verwachten dat het koninkrijk doorbreekt in onze tijd, is dat komende koninkrijk van God onze hoop voor de toekomst. En ik zou er graag voor willen bidden. En ik wil eigenlijk vragen, als je wil, om gewoon te gaan staan en je handen daaraan ook gewoon te openen. En laten we ook zo tijd nemen om onze teleurstelling bij God te brengen. En eigenlijk ook in ons hart te zeggen, ja, maar ik ga mijn hart openen voor u. Ik wil ook mijn hart openen voor meer van het koninkrijk. En ook als je hier zit en je denkt, ik heb hier totaal niks van begrepen van deze preek. Geef niet, weet je. God wil je echt dingen gaan laten zien. Laten we zo onze handen openen. Vader, we komen zo bij u. Heer, we erkennen uw heerschappij. Heer, we erkennen, Heer, dat u regeert. Heer, over hemel en aarde. Heer, en dat u ook de koning bent in ons leven. Heer, dank u wel, Heer. Heer, dat we weten, u bent onze verlosser. Heer, u bent onze Heer. Heer, maar dat we ook tegen u mogen zeggen, ja, u bent ook onze koning. Heer, en ik bid zo, Heer, voor de maanden die voor ons liggen. Heer, dat we in al onze facetten van ons leven steeds meer u op die troon laten plaatsnemen. Heer, dat u regeert in ons leven. Heer, en dat we door ons leven heen uw koninkrijk zichtbaar mogen maken in deze wereld. Heer, en ik bid ook zo voor dit moment. Heer, als we misschien teleurstellingen hebben gehad, Heer, op momenten dat u gebeden niet heeft beantwoord. Heer, daar we echt op grond van uw beloftes, Heer, baden. Heer, waar we baden met vol geloof. Heer, waar we eigenlijk alle juist door hokjes aantikten. Heer, en toch gebeurde het niet. Heer, dan bid ik ook daarin, Heer, dat die teleurstelling, Heer, dat we die deur mogen sluiten. Heer, dat die teleurstelling niet langer een rol speelt in ons leven, maar dat we daarmee kunnen afrekenen. Heer, dat die deur van teleurstelling dicht mag gaan. Heer, en dat we eigenlijk mogen opschuiven naar dat gebied. Heer, waar we uw genezing en herstel mogen ontvangen. Heer, dat bid ik zo uit. Heer, dat gedachten, Heer, die ons steeds bepalen bij wat er geweest is. Heer, dat we die deur nu dichtzetten. Dat we er vrij van komen. Heer, dat we compleet vrijkomen van elke gedachte, Heer, die ons gevangen zet. Heer, en ik bid ook zo voor ons als we hier zijn, als gemeente. Heer, dat we juist die deur naar verwachting open mogen zetten. Heer, dat we met open handen voor u mogen verschijnen. Heer, dat we met open handen, Heer, voor u mogen verschijnen. Heer, en mogen verwachten, Heer, dat u meer wonderen, meer tekenen, meer genezingen wil geven. Heer, innerlijke genezingen, innerlijk herstel. Heer, bevrijding, Heer, van psychische klachten. Heer, bevrijding van gedachten die ons klem zitten. Heer, een bolwerk in ons denken. Heer, bevrijding van pijn. Heer, genezing van pijn in ons denken, in ons leven. Heer, en ook lichamelijke klachten, Heer, en ziektes. Heer, dat we ook zo voor u mogen verschijnen. Heer, en wilt u ons in verwachting meenemen? Mag onze verwachting, ons geloof groeien, ook door de weken heen. Heer, dat u meer kan doen dan we tot nu toe gezien hebben. Heer, dat we verwachten, Heer, dat de toekomst, Heer, de volmaakte toekomst doorbreekt in ons heden.
Heer, dat die hemel waar al die genezing is. Heer, in die toekomst, Heer, waar alleen maar genezing is. Heer, dat het doorbreekt in ons heden nu. Heer, dat bid ik zo. Heer, en ook daar waar we misschien nooit nagedacht hebben over dit. Heer, bid ik. Heer, dat ook onder ons mensen zullen opstaan. Heer, die de gaaf van genezing hebben. Heer, en daarin ook zich uit zullen spreken over levens. En mensen ook in de genezing zullen zetten. Heer, daar kijken we naar uit. Heer, dat de kracht van uw Heilige Geest, Heer, wat zo'n onderdeel is van het Koninkrijk, Heer, ook doorbreekt in al zijn facetten, in al zijn gaves. Heer, we brengen zo onszelf bij u vanochtend. Help ons, leid ons, neem ons mee. Geef ons ook scherpte in onze geest, in ons denken. Heer, en mag dat Koninkrijk zo doorbreken in ons leven. Heer, ik bid ook voor morgen. Als we op school zitten of op college, Heer, of als we aan het werk zijn, Heer, of als we in de straat lopen, Heer, of als we bij de supermarkt zijn. En als we gewoon het echte leven weer beetpakken morgen na een dag vrij, Heer, dan bid ik ook, Heer, dat juist te midden van dat alles, Heer, uw Koninkrijk doorbreekt en een realiteit is. Heer, dat bid ik in de naam van Jezus.